Waarom krijgt het ene protest veel aandacht en het andere niet? Dit is de Universiteit van Nederland. Op 5 maart 2012 werd de documentaire Koning 2012 op YouTube gezet. Door de organisatie Invisible Children. Hij gaat over de beruchte Oegandese uh, guerrilla-leider Jozef Koning, die verantwoordelijk werd gehouden voor de ontvoering van tienduizenden kinderen, om die vervolgens in te gaan zetten als kindersoldaten. Negen jaar voor het uitkomen van de film heeft de filmmaker de Oegandese jongen Jacob ontmoet, Jacob, genaamd in de film, die hij belooft. that hy cony gaat stoppen. Ik laat jullie nu een stukje van the film zien waar hij daarover vertelt. We are we're going to stop them. We're going to stop them. I made that promise to Jacob, not knowing what it would mean. But now I do. Over the past 9 years I have fought to fulfill it. And the fight has led me here. To this movie you're watching. Because that promise is not just about Jacob or me, it's also about you. And this year, 2012, is the year that we can finally fulfill it. And if we succeed, we change the course of human history. But time is running out. To level with you, this movie expires on December 31st, 2012. And its only purpose is de leader, Joseph Coney. De film is 30 minuten lang. Hij behandelt een heel zwaar en heel erg naar onderwerp, waar normaal gesproken geen groot publiek mee bereikt kan worden. Toch is het volgens Time Magazine de most viral video ever geworden. Hij is viral wil zeggen dat een. Iets zich heel snel van persoon naar persoon verspreidt. Zoals een virus zich door een bevolking verspreidt. In de eerste zes dagen werd de video 100 miljoen keer bekeken. Op deze slide is te zien hoe die verspreiding in zijn werk gaat. We zien dat heel veel mensen in de Verenigde Staten en in Europa kijken. En ook hier en daar op andere delen van de wereld. Het is te zien hoe heel snel mensen die film bekijken. Hoe miljoenen mensen die uh, delen via sociale platformen. Wat er overigens ook door sterren gebeurt, zoals Justin Bieber. of door Oprah en George Clooney. En opmerkelijk is tegelijkertijd dat de aandacht ook heel snel weer weg epte. De film is inmiddels nogal omstreden. aangezien hij de complexe situatie in Oeganda. eigenlijk op een hele simplistische manier weergaf. Tegelijkertijd legt de video wel heel mooi. De werking van die sociale media-ecologie bloot. En de rol die die sociale media spelen. in het vormen ook van activisme en protest. Het richt de focus aan de ene kant op die razendsnelle piek. in aandacht en het even snel verdwijnen van die aandacht. Nou, is er in veel onderzoek wat er gedaan wordt. wordt er heel vaak van uitgegaan dat die sociale platformen. dat dat eigenlijk een soort neutrale instrumenten zijn die door activisten voor protestcommunicatie en uh, mobilisatie naar believen kunnen worden ingezet. Tegelijkertijd is echt natuurlijk ook duidelijk, en daar wordt ook wel veel bericht over gedaan, dat die sociale media hele grote bedrijven zijn die inmiddels heel erg veel waard zijn, waar gek genoeg weinig aandacht voor is, waar zelden naar wordt gekeken, is hoe dat businessmodel want die bedrijven die die platformen runnen, die maken heel veel winst. Hoe dat businessmodel van die media, hoe die in relatie staan tot protestcommunicatie en mobilisatie. De vraag is dus, hoe geven de sociale media zelf vorm aan protest en aan communicatie over protest? Hoe bepaalt YouTube of jouw protest al dan niet gaat lukken? Nou, die vraag ga ik nu in vijf stappen proberen te beantwoorden. Nou, als we nou met stap 1 beginnen, hoe wordt er geld verdiend met sociale media? Nou, daar hebben jullie de laatste jaren, neem ik aan, veel over gehoord. Hoe wordt er geld verdiend? Er wordt geld verdiend door heel erg veel informatie te verzamelen over gebruikers. Nou, met die informatie kunnen gebruikers natuurlijk heel effectief aan reclames worden gekoppeld. En met die informatie kunnen ook. Hele interessante data services worden ontwikkeld voor weer andere bedrijven, zoals nieuwsmedia of marketingbedrijven. Dan gaan we naar stap 2. Als we dan kijken naar de directe impact van dat verdienmodel van sociale media op protest, dan wordt meteen duidelijk dat er een spanning bestaat tussen die sociale media en wat er aan protest gebeurt. Ten eerste staan die sociale media op gespannen voet met anonimiteit. Want. Wat die bedrijven proberen te doen, waar ze constant mee bezig zijn, is om de gebruikers hun werkelijke naam te laten gebruiken. Wat we ook al real-name policies noemen. Want op het moment dat je de werkelijke naam van een gebruiker weet, wordt het nog lucratiever om die aan reclame te verbinden. Dat levert natuurlijk problemen op. Vooral juist voor gebruikers in dictatoriale regimes. Dus activisten in die regimes. Want die willen juist anoniem blijven. Die willen niet bekend worden. Ten tweede proberen sociale media platformen uh, platformen voor iedereen te zijn. Zoals bijvoorbeeld de grote te televisiestations proberen platformen voor iedereen te zijn. En om platformen voor iedereen te zijn, proberen ze dus alles wat niet betamelijk is, en dan vooral niet betamelijk is volgens de Amerikaanse normen en waarden, wordt gecensureerd. Zo werden de borsten van deze fame-activisten. Gesensureerd, net zoals borstvoedingsfoto's worden verwijderd van Facebook. De data business, waar ik het eerder over had, die heeft ook gevolgen voor hoe tekst, video's en foto's circuleren op sociale platformen. Dus voor wat zichtbaar wordt en wat onzichtbaar blijft. Dit krijgt een eerste platform in wat we mechanismen van personalisering noemen, wat eigenlijk een hele diepgaande vorm van selectie is. En dan zijn we dus aangekomen bij stap drie. De, onze mediaervaring wordt gepersonaliseerd omdat die bedrijven persoonlijke data proberen te verzamelen en die persoonlijke dataverzameling proberen te maximaliseren. En hoe meer gebruikers hun persoonlijke voorkeuren kunnen volgen, hoe beter we inzicht krijgen in wie die gebruikers zijn en waar ze geïnteresseerd in zijn. Nou, sociale media die personaliseren op een aantal verschillende manieren. En in de eerste plaats doen ze dat. Door mensen aan te zetten om persoonlijke verbindingen te maken. Dus door vrienden te maken, door anderen te volgen die ze interessant vinden. En zo dus een persoonlijk netwerk op te bouwen. En dus alleen berichten te krijgen van degene die zij willen volgen. En er wordt gepersonaliseerd op basis van de activiteit van gebruikers. Van jou en je vrienden. En op die manier wordt berekend welke berichten bij welke gebruiker in de smaak vallen. Dus als jij. Bijvoorbeeld, of je vrienden een protest op Facebook tegen Zwarte Piet liken, dan krijgen jullie waarschijnlijk heel veel updates over deze protesten in je nieuwsfeed te zien. Of als je een protest tegen het geluidsoverlast op Schiphol likt, of tegen Gasboring in Groningen, dan krijg je dus veel van dit soort protesten te zien in je nieuwsfeed. En hetzelfde geldt voor YouTube. Dus op het moment dat je de Koning 2012 video kijkt. Dan zul je waarschijnlijk veel andere video's over vergelijkbare onderwerpen zien. Je krijgt het protest te zien dat het beste bij jou past. Ga nu door naar stap 4, naar viraliteit. Wat sociale media denken dat gebruikers interessant vinden, hangt namelijk niet alleen af van die persoonlijke voorkeuren. Het hangt ook af van wat andere gebruikers interessant vinden. Wat andere gebruikers delen en liken. Het hangt dus samen met wat meer in het algemeen trending is. Zoals bijvoorbeeld die Kony 2012 video. Personalisering is nauw verbonden, dus met wat we viraliteit noemen: het snel delen van teksten, foto's en video's, die zich verspreiden als een virus door een bevolking. Nou, hoe serieus en hoe ontzettend naar en belangrijk die onderwerpen zijn, die er in dit soort protestcommunicatie circuleren, ze circuleren in een hits- en hypes-ecosystem. Dus. Kony 2012, die van 0 naar 100 views gaat, in zes dagen is een extreem voorbeeld. Maar heel veel van die andere protesten die we de laatste jaren hebben gezien, die volgen hetzelfde hit- en hype traject. Dus de Occupy-protesten van 2011, die sluimen in eerste instantie, maar waren vervolgens alom aanwezig in de sociale media. En daarna ook wel weer redelijk snel verdwenen. En nu, op dit moment, wordt het peace for Paris. Schilderij van Jean-Julien, heel veel op Facebook en op Twitter gedeeld, voorzien van de hashtag #prayforParis om de om protest aan te tekenen en de, de uh, terroristische aanslagen te herdenken in Parijs. Facebook geeft gebruikers ook de mogelijkheid om de Franse driekleur, hier zien we Mark met de drie kleur, de mogelijkheid om de Franse drie kleur toe te voegen aan hun profiel. Nou, hoe oprecht en goed de bedoelingen van dit soort sociale mediabedrijven ook zijn, de bottom line is uiteindelijk dat het voor sociale mediabedrijven belangrijk is om gebruikers constant te verbinden met trending onderwerpen. Om die aandacht van die gebruiker langer vast te houden. En in dat opzicht functioneren ze dus heel erg op dezelfde manier als de massamedia volgens het populariteitsprincipe. En voor sociale mediabedrijven geldt dus hoe meer activiteit gegenereerd wordt. Hoe exacter bepaald kan worden waar gebruikers op ieder moment geïnteresseerd in zijn. En hoe exacter ze vervolgens met reclame verbonden kunnen worden. Om dit te kunnen doen wordt natuurlijk heel zwaar wiskundig geschut ingezet. Om te bepalen wat iedere gebruiker te zien krijgt, voert Facebook voor elke foto en video en status update complexe berekeningen uit. Sterker nog, ze nemen meer dan 100.000 indicatoren in oogschaal om te bepalen of die foto of video aan jou getoond wordt of niet aan jou getoond wordt. En die indicatoren draaien dus voor een belangrijk deel om personalisering en viraliteit. Dat wordt ook wel algoritmische selectie genoemd. Het stap voor stap berekenen wat voor content nou bij de voorkeuren past van welke specifieke gebruiker. Daarmee zijn we aangekomen bij stap 5. Nou, voor activisten zijn die algoritmische personalisering en viraliteit aan de ene kant een zegen. Dus zoals we al zagen bij KONI 2012, van 0 naar 100 miljoen gebruikers in 6 dagen. Als het lukt om een video viraal te laten gaan. Dus je kunt een heel erg groot publiek bereiken. zonder dat je daar noodzakelijk massamedia voor nodig hebt. En aangezien sociale media verweven zijn met persoonlijke communicatie. je communiceert immers met je vrienden via die platformen. dringen ze ook heel erg diep door in het persoonlijk leven van mensen. Veel dieper dan die activistische of alternatieve media dat in het verleden konden. Dat waren veel meer, die functioneerden veel meer in de marge. Het protest wordt daardoor heel persoonlijk gemaakt en dringt diep door in het leven van mensen. Personalisering en viraliteit zijn dus een krachtige motor in dat activistische communicatie- en mobilisatieproces. Maar wat komt er dan na die piek in aandacht? Wat komt er na die hype? Nou, er volgen andere trends, die vaak niets met protest te maken hebben. Dezelfde mechanismen van personalisering en viraliteit verbinden namelijk die gebruikers onherroepelijk met de volgende golf aan trending onderwerpen. En die volgende golf zal heel waarschijnlijk bestaan uit sportonderwerpen, uit entertainment, onderwerpen die heel vaak de top 10 lijsten van sociale media domineren. Dus activisten bevinden zich in een mediasysteem dat de mogelijkheid biedt om heel snel grote groepen te mobiliseren en die te bereiken maar dat ook onherroepelijk de aandacht verschuift als protesten niet meer trending zijn. En als protesten die niet trenden, krijgen helemaal geen aandacht. Nou, dat is ook typisch voor hedendaagse protesten. Dus als die aandacht krijgen, is de aandacht ook heel explosief en overweldigend, maar volgens verdwijnen ze ook weer snel uit die publieke communicatie. Protest op sociale media gaat echt, natuurlijk niet alleen maar om wat, wat platformen doen en wat gebruikers doen, wat leiders doen, maar ook om wat nationale staten doen. Want veel van het protest wat we vandaag de dag zien is op die nationale staat gericht. Wat doen staten eigenlijk met dat sociale media protest? Dat is een goede vraag voor het laatste college.